Weet je wat het leukste in de hele wereld is? Wanneer je al freaking bijna een half uur aan het filmen bent, je camera opeens ermee stopt en gewoon niet je hele beeld erbij houdt, gewoon niet bewaart, niet opslaat en je gewoon alles opnieuw eigenlijk kan filmen terwijl je halverwege die video bent. Weet je hoe geweldig dat is? Dat is niet freaking geweldig. Holy moly, wat ben ik kwaad. Gloeiende. Man. Goed, dit is dus een video waarin ik mijn kamer dus ga opruimen. Tenminste, mijn collectie. Mijn Harry Potter collectie ga opruimen. En ik had al, ja, zo goed als bijna een half uur aan beeldmateriaal. Wat denkt die camera? We geven even een error aan. Dat de kaart niet goed zit. Terwijl ik al een freaking half uur bezig ben met filmen. Ja, dat is heel fijn. Heel fijn. Maar goed. Mijn glazen wand, mijn glazen kast, gewoon een frietinekast, heb ik helemaal leeg al gehaald. Een beetje afgestoft en dat soort dingetjes. Nog niet alles. Voornamelijk wel. Ik hoef alleen de onderste verdieping nog een beetje af te stoffen. En ja, ik heb hier al mijn spullen al een beetje neergelegd. Ik zal het even laten zien aan jullie. Het is gewoon, ja, zo ziet het eruit hier een beetje. Allemaal hier al een beetje zo. Een beetje nostalgie dingen. Ik heb die films al heel lang niet gezien en zo. En daar had ik over gepraat. Over de games heb ik gepraat en zo. Jongens, sowieso. De games, ze komen terug. We hebben alleen maar even wat geduld nodig. Ik wil gewoon zorgen dat ik een wat betere, dat ik gewoon een computer koop. Waardoor ik gewoon langer kan opnemen. Ja, niet per se betere kwaliteit, want de kwaliteit is gewoon al het beste wat er kan zijn volgens mij. Maar ik wil ook gewoon een facecam kunnen doen, weet je wel, en dat soort dingen. Dus daarom. En mijn laptop kan het gewoon allemaal niet zo goed aan. Dus dan kan ik misschien net 10 minuutjes filmen en dan begint hij al te denken van, nee, ik zit al te vol, stoppen nou. Dus daarom. Dus ja, de games komen eraan, maar eerst even wat geduld, zeg maar. Dus ja, komt helemaal goed. Voor de rest, ik ben eigenlijk alleen maar hier zo mijn collectie aan het doen. Ik ben voor de rest niet mijn wand collectie of mijn Lego of wat dan ook aan het doen. Want ja, dat heeft voor de rest niet heel veel nut, want dat kan niet veel beter, denk ik. Maar ik ben voornamelijk aan het opruimen vanwege dat het feit dat ik hier nog een hele tas met de Primark en ook wat ik voor mijn verjaardag heb gekregen. Dat ik dat zeg maar nog wel eens een keertje een plaatje wil geven, bijna 2 maanden later, zeg maar. Dus daarom, ik ga over 2 dagen op vakantie, dus ik wou dit nog even gaan doen, zeg maar. Maar goed. We gaan nu gewoon weer verder. Ik ga alles namelijk leeghalen en zo. Dus dat wordt heel erg leuk. Voor jullie om te zien, niet voor mij. Want ik zweet me nu al naar kloten. Ik weet niet of jullie het horen op de achtergrond, die waaier en zo. Maar ik ga dadelijk de camera op. Niet de camera, maar het beeld versnellen en zo. En gewoon een liedje eronder zetten. Dan wordt het helemaal leuk en zo. Dus ja, wordt helemaal fantastisch. Maar goed. We gaan eerst de rest even afstoffen en leeghalen. Dus let's go. Oké, de vitrine is nu letterlijk helemaal klaar en zo. Dus ja, misschien ook nog een nat doekje erdoorheen halen. Maar nu is het gewoon eventjes nog de. Daar zullen we nog even alles, denk ik, even doen. En dan de rest doe ik later, zeg maar, echt met een nat doekje. Nou, vochtig doekje even af. Want ja, dat heeft het ook wel nodig, zie ik al. Dus ik ga nu deze kant even doen. Dus met de nummers 2000 en alles. Dus laten we dat maar eerst even gaan doen. En al die kaarten en zo moeten er ook af. Dat wil ik ook even allemaal doen. Ik heb deze lang even niet meer in mijn handen gehad. Nou, niet extreem lang, maar al een tijdje niet. Het is echt weer nice om die in mijn handen te hebben. Heerlijk, dit ding. Prachtig. Prachtig ding nog steeds. Even erop zitten. Moet natuurlijk ook eventjes. Hoppatij, we zitten erop hoor. Heerlijk, dit ding. Als die nou ook werkt, hè. Zo.
Geweldig dan. Al die spelden liggen van de Gigabox. Ik heb daar nu een shirt, trui-achtig iets voor gekocht. En ja, ik ga daar dan ook even een video van opnemen waar ik ze allemaal zeg maar erop doe. Want ja, dat wordt ook denk ik wel eens een keertje tijd dat ik die erop ga douwen. Want ik heb er nu zoveel. Man. Kijk ook dit hele stapeltje aan Noble Collection boekjes. Holy moly, ik heb er te veel gewoon. Wauw, het oude stickerboek. Ik was helemaal vergeten dat ik deze had. Ja, holy moly. Dit is een stickerboek destijds nog met... toen de Deathly Hallows uitkwam, toen was er een heel sticker ding en alles en zo. Dat had ik toen gespaard en alles. Ja. Dat is al lang geleden, man. Holy moly. Ik ben nu op het punt gekomen dat ik weet niet zeker of ik dit wil laten staan zoals het nu staat, weet je wel, deze The Magical Creatures en alles, of dat ik het wil verplaatsen, zeg maar. Ik weet het niet zeker. Ik denk dat ik namelijk dit denk ik wel gewoon zo laat staan. Maar ik twijfel er een beetje over, ik weet het niet. Ja, ik denk dat ik The Magical Creatures gewoon op een plek laat. Gewoon zo laat, ik ga dat niet doen. Ik vind het ook te veel moeite om dat ook nog te doen. Dit is ook nog een heel zootje namelijk. Ja, ik weet ook niet waar ik ze anders zou moeten plaatsen hier zo, zeg maar. Ik vind dit wel een perfecte plaats voor. Dit is een beetje de rommelzooi. Het is alweer tijd om dat nu eens een keer op te ruimen. Ik kan zich deze video nog herinneren van het bier. Man, wat is dit niet te zuipen. Ik heb er alle vier de glazen zitten ook nog gewoon vol. Ik heb ze nooit meer opgezogen of wat dan ook. Wauw, zelfs mijn oude telefoon ligt hier ook nog. Ik was helemaal vergeten dat ik hier nog had met een Harry Potter hoesje eromheen. Wat is dit ding klein vergeleken met mijn nieuwe zo, joh. Ik weet het nog wel. Man. Wat heb ik dit ding niet gemist. Goed, hoe vaak heb ik ondertussen al niet wel beloofd dat ik deze dingen nog op zou doen? Holy moly. Dat heb ik vorig jaar... Ik heb dit ding al... 2 jaar geleden gekocht of zo, dit spul. En ik heb het nog steeds niet opgedaan. Het zal waarschijnlijk ondertussen al niet meer goed zijn. Heeft het een houdbaarheidsdatum? Vast niet. Ik weet het niet. Ja, het zal vast wel. maar dit heb ik nooit opgedaan. En misschien wordt het wel binnenkort tijd om dat een keer te doen. Ik ga ze gewoon op vakantie meenemen en dan zie ik het wel of ik het ga filmen wel of niet. Zo wordt lachen. En man, mijn oude muismat van Harry Potter. Die is een beetje kapoetig. Ik heb hier ook nog een blikje met de dubbele kaarten van dat boekje. Hier kan ik ook nog een hele hoop dingen kwijt eigenlijk.
Goed, oké. Ik heb nu zo goed als alles leeggehaald. Man, het lijkt net alsof ik ga verhuizen. Maar ja, ik heb nu alles leeggehaald hier zo. En nu wil ik eigenlijk een beetje gaan verdelen wat ik waar wil zetten. Ik weet sowieso dat ik de bezem bovenop zet. Maar er moeten dan ook nog wat dingen onderop, zeg maar, en zo. Dus ik moet het nu een beetje uitzoeken. Ik ga ook even denk ik een doekje halen en zo, dat ik wat dingen kan schoonmaken en zo. Wat stof makkelijker kan afnemen en zo. Ik denk dat ik mijn vriendinnenkast, zeg maar, ook een beetje wil schoonmaken even. Dus dat ga ik ook even halen, denk ik. Ja, denk het wel. Nou, ben weer terug ondertussen. Even kijken. Ik ga dit sowieso eerst even... Voor alle mensen die kijken en denken van, wat ben je aan het doen met dat schoonmaken, joh. Zo moet dat niet. Sorry, ik ben geen schoonmaker. Ik weet niet hoe dit soort dingen moeten. Ik doe gewoon maar wat. En ik vind het zo best. Ik heb zover ik kan mijn best gedaan, dus ja, ik vind het prachtig zo. Want als ik als eerste eigenlijk wil indelen, is een beetje mijn vriendinnenkast. Ik wil daar gewoon een beetje de bijzondere dingen, een beetje de dingen die shinen, zeg maar, erop. Dus ik wil sowieso sexy hebben met alle gruzelementen, zeg maar. Eén gruzelement doe ik er niet bij, dat is Nagini, maar die staat tussen de Magical Creatures, dus die laat ik daar gewoon staan ergens. Ik weet niet waar ze is, volgens mij staat ze ergens achterin. Maar die laat ik daar gewoon staan, denk ik. Maar misschien is het, want ik heb daar gewoon niet genoeg ruimte voor in mijn vriendinnenkast en zo. Aangezien de Ravenclaw Diadem en zo erbij moet. En ik denk dat ik die bovenaan wil doen. Puur omdat dat gewoon een beetje de sexy is waarvan ik een beetje echt het bijzonderste ding moet eigenlijk. En ik vind het instrument eigenlijk wel het meest bijzondere, zeg maar, wat je hebt in een collectie, zeg maar. Dus laten we dat eerst doen. Laten we beginnen met het grootste. En... dat is natuurlijk Ravenclaw's Diadem. Ik zal het trouwens even laten zien wat voor zooi het hier nu is. Dit is hoe mijn bureau er nu uitziet. Echt een zooitje, zeg maar. En dit is hoe het hier nu eruit ziet. Met al mijn spullen hier zo en alles. Een beetje een zootje. Ik heb daar een beetje allemaal boeken en zo neergelegd. En notitieboekjes en bezem dan en zo. En hier alle andere zooi. En daar dan nog een klein dingetje. Hier dan voor de rest de tas met de nieuwe dingen. Die moeten ook allemaal in de collectie. Maar ja. Ik weet het voor de rest ook niet. Dus ik moet eerst even alle gruzelementen bij elkaar verzamelen. Ik heb hier al in ieder geval wat liggen. Maar sowieso dus eerst met de Ravenclaw Diadem beginnen natuurlijk en zo. Die ziet er nog altijd even mooi, beautiful uit en zo. Dus daar gaan we als eerst mee aan de slag. Deze moet een beetje hieronder komen. Oké, goed. Dus ja, even dat ding openen. Nou ja, die moeten we dan ergens gewoon bovenin zo zeer zetten. Daar ligt die gewoon het beste, denk ik zelf. We hebben natuurlijk ook nog het boek van Tom Riddle. Daar heb je dan ook nog zo'n boekenlegger van uit een van de gigaboxen. Die doe ik er even tussen leggen, gewoon puur omdat dat gewoon matcht natuurlijk. Ja, waar zal ik die eens leggen? Die leg ik denk ik gewoon hier bovenop neer. Dat had ik eerst ook altijd al, zeg maar. Dat die er gewoon bovenop lag en ik leg hem daar gewoon denk ik weer neer. Dat is gewoon denk ik het beste wat je mee kan doen. Dan hebben we natuurlijk het pottengruzelement van de Tom Riddle. Een beetje de doekje eroverheen halen en zo. Ja, dat het ook wel weer een beetje aanzienbaar eruit ziet. En ja, die leg ik denk ik hier gewoon achter neer. Hier helemaal achterin. Daar past hij precies ertussen. En dan, ja, dan voor de rest gewoon de tand erbij en zo. Even dat ook een beetje stof eraf en zo. Een beetje doekje eroverheen. Ik weet niet of dat goed is voor het product, maar dat zien we vanzelf al natuurlijk. En dan gewoon dat boek er natuurlijk in leggen. En dan de fang er doorheen. Zo ver als die in ieder geval kan, in ieder geval er doorheen. Dan hebben we Harry nog en zo. Aangezien Harry natuurlijk ook een gruzelement is. Dit is natuurlijk een van de Star Ace Pops en zo, dus die wil ik hier ook al bij zetten.
Dus die zet ik denk ik voor het boek neer. Dat je het boek nog wel kan zien en zo, maar dat je Harry ook wel een beetje kan zien. Ik weet niet hoe dat moet displayen. Misschien dat we die anders moeten zetten, Harry. Dat we die gewoon hier eigenlijk afhalen van het display en zo. Oh, daar gaat de stok. Oh, die breekt ook gewoon af zo. Oké. Dat is een manier ook. Alles breekt af hier zo. Ik ben nu ook deeltjes kwijt. Oh nee. Blijkbaar is die een beetje oud. Nou goed, oké. Ik ben een beetje een deel van zijn wand kwijt. Nou, op zich niet de grootste nachtmerrie die er is. Wel een kleintje, maar niet de grootste wat er is. Ik zie hem echt niet liggen. Holy moly. Maar die denkt dat ik die hier zo opzet. Gewoon op laat zitten. Oh. Wat is het toch met deze pop nu? Hij valt helemaal in elkaar. Hij is gewoon oud, denk ik. Maar ja. En dat we hem gewoon hier opzetten, denk ik. Beetje normaal zo. En dan gewoon een beetje zoals Harry gewoon zo neerzetten. Het wieg ernaast en dan de steen daarbij nog. Omdat ik de display gewoon even ergens anders kwijt leg. Puur zodat die niet in de weg ligt, zeg maar. Oh, ja. Daar heb ik het deeltje van de stok. Wat mist. En volgens mij kan ik ze gewoon in elkaar schuiven. Ja, dat kan gewoon. En dan doen we hem gewoon zo erbij. Lijkt het alsof hij tenminste nog een stok heeft, zeg maar. Oké, het ziet er een beetje gek uit nog zo. Ja, kijk, zo, top. Oké, dan hebben we nog de andere dingen. Dan hebben we het nepgruzelement van de Lockers from the Cave. Die wil ik eigenlijk het liefst achterin zetten. Ik wil dat die het minste uitmaakt, weet je wel. Die maakt het minste uit en dan, ja. Dan hebben we nog de normale Lockers from the Cave. De echte, zeg maar. Die wil ik er dan een beetje schuin naast zetten. Dat je nog wel de Lockers from the Cave ziet. Maar dan ook de Slytherin Lockers. Dan heb je natuurlijk ook, heb ik nog de neppe versie van de... gewoon van de Gigaboxen. En die zet ik er dan gewoon... ja, ik denk dat ik die gewoon ervoor zet een beetje. Ziet er niet heel mooi uit, maar oké. En dan hebben we nog de nep ring. De, van de... gewoon van de Gigaboxen. En ook de officiële van de... de Noble Collection. Die moet ik even een beetje afstoffen ook. Het ziet er niet meer uit. Zo. Dat dat er ook weer een beetje uitziet zo. Netjes. Oké. Okay. Die zetten we dan een beetje onder Harry neer. En dat doen we dan ook met de neppenring. Die zetten we dan gewoon naast zo tegenaan een beetje. Dat is helemaal goed. Ook de andere displays natuurlijk even een beetje afstoffen natuurlijk. Dat is ook wel zo beter. Sowieso binnen een dag dat het weer helemaal stoffig is en zo. Maar dat maakt niet uit. En dan hebben we volgens mij de laatste. En dat is dan de Hufflepuff Cup. Die is niet heel stoffig gelukkig. Is ook een van de laatste gruzelementen die ik had gekocht. En die zet ik hier in het hoekje neer. En dan heb ik natuurlijk ook nog de brievenopener met het zwaard. En ik denk dat ik die er ook bij wil zetten. Ik wil dat dat zeg maar echt de destroyer is geweest. Van een paar van de laatste gruzelementen natuurlijk. Dus die zetten we gewoon erachter. Hier zo. Natuurlijk heb ik het normale zwaard, maar die past no way in deze display. Dus daarom heb ik ook deze brievenopener vanuit de Gigaboxen natuurlijk. Dus ja, dan doen we die er maar aanzetten. Het ziet er net zo goed uit, joh. Ik vind het helemaal mooi. Goed, dan hebben we denk ik een beetje de gruzelementensectie daar zo. En wat wil ik er dan nog meer zetten? Ik wil dan een beetje echt grote collectibles, gewoon andere side collectibles. Die gewoon ziek zijn en zo, maar gewoon ja, anders. Gewoon... anders. Zo dingen zoals bijvoorbeeld het Hedwig standbeeld. Die wil ik er sowieso denk ik neerzetten. En die zetten we denk ik een beetje achterin in het hoekje. Alsof die een beetje creepy naar je zit te staan. Natuurlijk laat ik het dadelijk allemaal zien als ik klaar ben en zo. Maar eerst dit natuurlijk. En dan hebben we natuurlijk ook nog de steen der wijze. Die wil ik ook eigenlijk... oh. Tuurlijk, hij valt om. Tuurlijk joh. Tuurlijk. Moet je ook nu bedenken. Ah man, dit gaat echt een hel zijn. Dit ding is zo lastig te displayen. Jullie willen het niet weten.
Ik neem aan namelijk dat wel een aantal van jullie deze niet, velen van jullie dit denk ik niet hebben. Deze, ja, dit object van de Noble Collection. Punt dat jullie specifieke dingen willen natuurlijk. Wil ik ook wel, maar in andere manieren. Maar ja, wauw, dit ziet er echt niet uit. Waarom is dit zo... Nou, het zit aan de binnenkant ook een beetje. Hopelijk heb ik het een beetje schoongemaakt zo. Het is natuurlijk van een echt glas, dus ik moet er een beetje voorzichtig mee zijn. Maar die wil ik hier ook naast zetten en die wil ik dan ook achterin hebben. Staan in het andere hoekje. En daarachter wil ik dan... De profetie, natuurlijk. De enorme knikker. Het is gewoon letterlijk een knikker. Letterlijk gewoon. Dus ja, wil je knikkers kopen? Ga naar heroictales.com.nl. En die wil ik eigenlijk een beetje tussenin zetten. Hij past er niet helemaal tussenin, maar wel het meeste gedeelte ervan. Dan wil ik ook Dobby er eigenlijk kwijt, denk ik. Ik weet het niet. Misschien niet die. Misschien niet Dobby. Sowieso wel de Time Turner. De Time Turner wil ik hier wel in hebben zitten. Beetje het stof eraf halen. De Time Turner wil ik hier sowieso denk ik al kwijt. Oh, een van de haakjes schiet los, tuurlijk. Tuurlijk joh. Schiet lekker los. Zo. Zo ziet hij er nog een beetje uit. Die wil ik hier sowieso ook bij zetten. En die zetten we denk ik gewoon tegen Hedwig een beetje aan. Wat wil ik er nog meer? Even kijken, ik wil de potions erbij. Dus de love potion natuurlijk. De love potion wil ik erin kwijt. En dan ook natuurlijk Felix Felicius. Felix Fortunatus, hoe je het ook wil noemen. Die wil ik erbij zetten. Even kijken, wat hebben we nog meer? We hebben ook deze van de Gigaboxen. Die wil ik er denk ik ook in kwijt. Heel klein iets, maar die wil ik er toch in kwijt denk ik. Gewoon gelijk naast de profetie. En een paar brieven en zo. Ik zou in het algemeen ook denk ik ook wel de pencollectie willen zetten, maar ik denk het niet. Kun je denk ik wel de Hourglass en deze potion doen. Puur aangezien de andere potions daar ook staan. En dan wil ik de Slughorn's glass ook. Laten we even de zandloper ook aan zetten. Dat is altijd leuk natuurlijk. En dan denk ik dat ik de pins misschien niet. Ik denk alleen de muntencollectie wil neerleggen daar. Ook natuurlijk met de munten van de Noble Collection. Dat ik die daar neerleg. Ik denk het wel, ja. Dat ik het op die manier wil doen. Zo. Ziet er natuurlijk best wel netjes uit zo. En dan met de munten erbij. En er zit eigenlijk wel zo goed als die een beetje vol. Ik denk ook nog deze cup erbij zet. Past er denk ik ook nog wel een beetje bij. Niet heel erg, maar wel redelijk nog. Goed, dat is denk ik die plank. Dan de volgende plank. Wat zullen we daar eens petten? Sowieso de pin collection. Sowieso op de derde plank. Die zetten we daar sowieso neer. Even een beetje schoonmaken en zo. Sorteerhoed moet er natuurlijk wel een beetje netjes uitzien en alles. En die zet ik in het midden van de plank neer. Puur vanwege dat het een beetje de outstanding point moet zijn, weet je wel. Dan hebben we Dobby. Die wil ik daar ook neerzetten. Dobby moet daar sowieso. Zo. Een beetje afstoffen natuurlijk en zo. En Mr. Dobby. Die zetten we links naast de boekencollectie. Naast de pin collection. Even kijken, wat zullen we er nog meer naast doen? Ik weet het niet zeker. Denken. Ik denk de flask. Denk ik dat we daar gaan neerzetten ook. Dat is ook natuurlijk wel een mooi collectible dingetje. Niet de meest amazing collectible. Maar toch ga ik hem wel er neerzetten. Aan de rechterkant van de collection. Dan hebben we nog de Luminator. Die vind ik natuurlijk ook een heel mooi dingetje. Zitten de batterijen nog vol? Ja, een beetje. Niet heel erg zo te zien. Maar toch. Die wil ik daar ook in kwijt. Even kijken. Die zetten we daar zo neer. Gewoon bij Dobby. De Pink Collection daar zo van. Wil ik ook. Denk er even in kwijt. Even een beetje afstoffen. Hoppatee.
niet te moeilijk doen. Hier zetten we dan bij de flask neer. Kijk, hier hebben we al die pins en zo. Die leggen een beetje aan de kant, want dat ja, is niet voor nu, zeg maar. Wat hebben we nog meer? Heb je ook nog wat creatures en zo staan? Ik denk niet dat ik die daar kwijt wil. Ik weet het niet. We hebben sowieso ook nog een paar andere dingen hier zo liggen. Qua deze beeldjes en zo van Noble Collection met deze, de kaars en de chocolate frog. Die wil ik er denk ik anders kwijt. De kaars kan daar wel mooi staan. Dit ook. Dit is een beetje het rommelplankje denk ik voornamelijk. Dat dit, elke display heeft eigenlijk wel een rommelplankje nodig, weet je wel? Een mooi rommelplankje. Rommelplankje. En ik denk dat ik daar ook de hanger leg van de Pixie en zo, van de Keygear. Ook deze van de Zou. Ja, wat zal ik het noemen? Afleider en zo. En een paar van de beeldjes. Van de, ja, allemaal van Keygear in ieder geval. Dat ik dat daar ook neerzet. Oké, okay, die staan er ook. Dan doe ik denk ik ook deze gewoon erbij. Want ja, lekker boeiend. Wat nog meer? De fluit. Sowieso de fluit. Dan liggen we daar neer. Wat nog meer? Wat zullen we daar nog meer leggen? Wat nog meer? Nog meer? Ik heb hier ook nog de Infinity Ring trouwens. Laten we die gewoon bij de fusieband leggen. Lekker boeiend. Ik heb hier ook nog mijn song die ik voor mijn vriendin heb geschreven. Ik weet niet of ik die hier zo nog kwijt wil. Misschien een ander plekje wil ik hem geven. Dat die zeg maar niet tussen Harry Potter dingen staat en zo. Dus die laat ik daar even weg. Wat nog meer? Wat kan ik daar nog meer kwijt? Want ik kan er nog wel wat kwijt namelijk. Misschien Hedwig in een kooitje. Ja, je weet maar nooit. Met zijn stickerboekje erbij en zo. Dus misschien wel wat om erbij te zetten. Ik weet het ook niet. Ik vind dat niet heel erg mooi eigenlijk. Maar ja. Wat nog meer? Ik heb natuurlijk ook die Chocolate Frog kaart nog. En de verjaardag heb ik natuurlijk deze klok gekregen van de Gouden Snaai en zo. Die ga ik daar neerleggen ook. Die zijn heel mooi natuurlijk daarvoor. Die zijn perfect daarvoor eigenlijk. Ik denk dat die daar heel mooi bij passen. Voor dat plankie. Dus die gaan we er ook even bij leggen denk ik. En dan de kaarten nog erbij. Twee zijn natuurlijk echt officieel. De andere is van een beetje ja, neppig en zo. Maar dat maakt niet heel veel uit. En op zich kunnen die al een beetje onder elkaar liggen, weet je wel. Dat is niet heel erg als die onder elkaar liggen en zo. Ik denk dat die plank ook voor de rest goed is nu. Dan wil ik de onderste plank denk ik sowieso met de films douwen en de games. Want dat had ik net ook. Ik denk dat dat gewoon de beste manier is om dat te displayen. Dus laten we dat eerst doen. Eerst de oude films die kadookie zijn. Die leggen we daar denk ik eerst even neer. Weet je, die zijn toch kadookie, dus daar heb je niks meer aan. Dan de ja, PC, PlayStation en Wii games zetten we dan daar neer. Even kijken zo. Die duwen we daar. Dan heb je natuurlijk ook PlayStation 3 game trouwens en de DS en Game Boy games. En dan de films er nog bij natuurlijk. Van Fantastic Beasts tot aan de Deathly Hallows. Zo. Die passen daar wel mooi denk ik zo. Vind ik best wel een goede plek zo. Er zit er al een beetje ruimte over. Wel aardig wat ruimte denk ik ook. Ik weet niet wat ik daar moet plaatsen. Zullen we daar eens plaatsen? Het is altijd lastig dit soort dingen. Moet ik even denken. Wat zullen we daar plaatsen? Wat past er een beetje goed naast de games en de films? Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Hoe moet ik er daar plaatsen? Ik weet niet. Hier ligt ook niet echt iets dat je zegt dat moet ik daar plaatsen. Misschien wel, ja, kan wel. We kunnen wel een paar Primark dingen daar kwijt. Zoals de box en de powerbank. Kunnen daar wel, denk ik. Ja, waarom niet, weet je. En dat dit een hele saaie plank wordt. Ik heb ook nog wel een paar Harry Potter dingetjes. Maar ik weet niet, ik denk dat daar gewoon Lego Harry Potter dingetjes, zeg maar. Natuurlijk heb ik Harry Potter dingetjes. Oké, mijn camera viel eventjes een beetje halverwege uit. Tenminste, niet zomaar uit. Hij was gewoon
bestand was even vol. Maar ja, ik weet niet helemaal waar ik ben geëindigd. Maar in ieder geval, ik heb nu een beetje een paar Primark dingetjes erin gedaan op die plank daar beneden. Zoals de muziekbox, de powerbank, paspoorthouder, label dingetjes en zo. En de happy birthday kaart en zo. Dus die liggen daar ook nu. Wat ik daar nog meer kwijt wil. Kunnen daar wel... ja, wat kunnen we doen? We kunnen de oren van de Geek Gear kunnen we denk ik doen we daar wel kwijt. Klinkt denk ik wel leuk daar. Ik heb hier ook nog een Deathly Hallows. Ik heb ook nog een brilletje. Ja, die kunnen we daar wel kwijt. Denk ik. Ik kan nooit fout gaan met een Deathly Hallows logo, denk ik. Denk ik in ieder geval. Ik zal denk ik ook voor de gein daar gewoon een mobiel neerzetten. Mijn oude mobiel met het hoesje eromheen. Ziet er wel grappig uit. Ik denk dat ik hem zo wel goed vind eigenlijk. Display zo. Ja, ik denk ik hem zo laat. Denk dat hij wel best is zo. De vitrinekast zit nu aardig lekker vol zo. En het is weer even nieuw. En ik vind het wel refreshend. Ziet er wel weer even fijn uit. Alsof het weer even een beetje gedaan is, weet je wel. Dus dat is helemaal top. Helemaal mooi dat hij zo weer is. Ja, wat zal ik nu doen? Ik denk dat ik de onderste plank daar zo even ga doen en alles. Wat zal ik daar plaatsen? We hebben van alles om daar te plaatsen eigenlijk. Het eerste wat ik wil plaatsen... is eigenlijk dit. De Pensive Memory Set. Met, ja, er zit een boek in, een pen en dan twee van die floss dingetjes waar je herinneringen in duwt. Die wil ik er denk ik als eerste in duwen. En die wil ik dan een beetje hier zo... eigenlijk aan de zijkant denk ik weer, gewoon waar die eerst ook stond. En dat dat gewoon zijn beste plek is. Dan heb ik ook nog deze kist met de zwerkballetjes erin en zo. Die wil ik er ook eigenlijk in kwijt. Beetje afstoffen die zooi, want het is echt niet normaal stoffig. Dan heb ik dit hangertje nog. En dit is denk ik een van mijn oudste collectibles die ik ooit heb gehad. Die ik ooit heb. In ieder geval, dit is heel oud. Dit is echt nog uit... ik weet niet, het is 2001 staat hierop. Dus het kan best zijn dat hij zo oud al is. Dit is echt mijn oudste collectible die ik heb van Harry Potter. Dus dat sowieso. Wat nog meer? Wat zullen we daar nog meer plaatsen? Denk dat ik daar sowieso alle mokken en bekers en zo ga plaatsen. Laat ik dat eerst gaan doen. Ik heb hier sowieso drie bekers. Eentje met I Wish This Was A Beer. En dan bedoel ik natuurlijk een boterbier. En dan nog eentje van de Geek Gear. En de andere is uit Movie Park Germany. Dus die heb ik sowieso. Even kijken. Ik weet niet hoe ik die precies wil plaatsen. Ja, hoe zal ik dat plaatsen? Ik denk dat ik ze hier in het hoekje wil zetten. Maar dat gaat denk ik niet helemaal passen. Niet precies, denk ik. Ah nee, dit gaat nog denk ik wel net. Echt net aan toe. Zo, maar dan staat I Wish It Was A Beer, staat niet helemaal goed. En dan heb ik ook nog de koffiebeker, die ook bij de Movie Park Germany vandaan is. En die wil ik daar ook neerzetten. Maar daar heb ik echt geen plek voor eigenlijk, een beetje om dat neer te zetten zo. Dus ja, misschien dat ik die wel eruit haal of niet. Ik weet het niet. Ik denk het niet eigenlijk. Want ik heb ze nu een beetje voor elkaar gezet. Ja, I Wish It Was A Beer. Mok heb ik een beetje eigenlijk achter alle andere set. Puur omdat het eigenlijk niet echt een Harry Potter mok is, zeg maar, weet je wel. Dus die heb ik daar achter neergezet nu. Wat nog meer? Ik denk dat ik daarvoor de boterbier ga neerzetten. Aangezien dat gewoon eigenlijk ja, de dingen zijn die, ja, waar je natuurlijk eigenlijk het moet inschenken mee. Dus die gaan we dat ook maar daar even neerzetten. Ook een klein beetje afstoffen. Heel klein beetje, even een beetje afstoffen. En dan gaan we dat daar ook neerzetten. Ik denk dat het zo wel best staat eigenlijk. Wat gaan we nog meer daar neerzetten? Een van de dingen is sowieso de candy die ik kwijt wil. Maar misschien dat ik die daar niet eens neerzet eigenlijk. Ik weet het niet zeker. Ja, misschien dat ik die dan zo achter de Pensive set zet. Achter de Pensive Memory set zet. Nu zodat het, ja, het is niet echt iets wat heel erg opvallend hoeft te zijn. Maar ik heb ook nog deze figuurtjes liggen en zo. Dit is ook heel oud. Dit is echt ook een van mijn oudste collectible dingen. Die ga ik daar ook gewoon neerzetten. Even kijken hoe ik die een beetje ga neerzetten. Ik denk dat ik die gewoon op een van de mokken neerzet. In principe hoeven deze ook niet echt heel bijzonder te worden gedisplayed, vind ik zelf.
puur omdat het niet veel bijzonders is, weet je wel. Het is, ja, het is wel bijzonders, maar het is zeg maar niet mijn trotse collectible ding. Het zou wel mooi staan. Ik heb hier ook nog twee bandjes en zo. Nou, die kunnen daar ook wel bij eigenlijk. Die geef ik gewoon een random plekje, die boeit niet zo heel veel. Dan hebben we nog een paar random dingetjes. Ik heb een beetje snoep hier en ook wat andere kleine dingetjes. Die ga ik ook gewoon even een plekje geven. Ik denk dat ik het snoep sowieso een beetje bij het andere snoep wil neerzetten. Dus ik zet het voor de pensive set neer. Ik denk dat ik zelfs de andere zakjes gewoon bovenin zet. Ik denk dat gewoon alles bovenin zit eigenlijk. En dat dat gewoon het beste is eigenlijk voor dit. Chocola ook. Ik heb hier natuurlijk nog een chocoladereep, die zet ik daar gewoon neer. De rest is een beetje kaarten en dat soort dingen. Die ga ik daar denk ik neerzetten. Bovenop de zwerkballen set. Dus dan zetten we die daar neer. Dan heb ik ook nog dit ding, de borstel en nog zo'n klammetje met sherbet lemons erop. Dus geef ik ook even een plekje. Ik heb de skull eigenlijk een beetje hetzelfde plekje gegeven, maar de rest een beetje een ander plekje. Nou, nu heb ik hier een paar dingen die eigenlijk niet heel veel boeien. Dit komt allemaal uit het fankalender die ik had en zo. En ja, dat is eigenlijk niet veel bijzonders. Weet je, waarom heb ik dit eigenlijk, weet je wel? Zo zit ik een beetje naar te kijken. Dus ik denk dat ik... Ik heb natuurlijk deze doos bij Primark vandaan. Ik denk dat ik die daar dan gewoon op plak. Even het prijsstickertje eraf halen. Ziet er niet echt Harry Potter achteruit, zeg maar. En ik denk dat dat gewoon allemaal hier zo... In één zo'n vakje douw, daarvan. Past het allemaal mooi in. Is niet veel bijzonders, weet je wel. Dus dan plaatsen we het daar gewoon lekker allemaal in. Hebben we daar één van die vakjes alvast gevuld. Dan heb ik hier ook allemaal van die armband hangertjes en zo. Van, ook van de Geekgear boxen en zo. Dus die ga ik daar ook in het midden plaatsen. Beetje een juweelboxje zou je kunnen noemen. Ik denk dat dat van het beste is. En dan heb ik bijvoorbeeld ook nog deze Deathly Hallows ketting. Die doe ik daar ook gewoon in. Vind ik voor de rest niet enorm veel bijzonders, weet je wel, dus dan plaats ik het daarin. Heb ik ook nog deze hanger waar licht uit komt, zeg maar. En deze spiral ding, de sneakerscope. En ja, weet je, dat is ook iets wat... Ja, ik geef dat ook gewoon een dingetje hierin. Ik weet niet, ik kan daar niet echt mooi een display van maken. En ik denk eigenlijk dat ik daar ook die bandjes in doe, want het is niet veel bijzonders wat ik snel wat displayen, weet je wel. Dus dat zetten we daar ook even neer, zo. Gewoon er mooi voor. Even een mooi plekje voor, volgens mij, zeg maar. Dan hebben we ook nog die blik. En ik denk dat ik daar zo de kaarten in doe. Die ik uit Zweden heb. Dus die doe ik daarin. En dan heb ik ook nog deze twee chocolate frog dozen en deze snai en zo. Maar ik weet niet, ik wil die snai eigenlijk wel displayen. Ook al heb ik dan die andere snai. Ik weet niet, ik wil hem eigenlijk ook wel kwijt. Maar aan de andere kant ook weer niet. Ik weet het niet helemaal wat ik ermee wil. Ja, lastig. Ik weet het, ik denk dat ik hem wel display. Ik weet het niet helemaal. Ik weet het even niet helemaal. Oké, ik heb de snij gewoon in de, bij de andere ballen gedaan van zwerkbal. En de blik heb ik bovenop de mokken gezet een beetje. Vind ik een best plek. Nou goed, ik heb ook deze tas natuurlijk nog. Van Primark ook. En ook deze toilettas. En die ga ik daar gewoon induwen. Puur omdat het, ja, past gewoon bij elkaar erin, joh. Zo, hoppatee. En dan doe ik daar denk ik ook een paar kaarten in en zo. Ik heb hier nog deze kaarten van de van kerst en zo. Ik heb ook nog deze enveloppen daarvoor. En ik heb ook nog de instructies, zeg maar, over de nummers 2000. En ja, ik denk dat ik die ook gewoon een beetje dubbel vouw zo. En dat ik die daar ook in leg. Ja, ik weet het niet. Ik vind dat niet echt veel bijzonders en zo. En dat ik hem zo dan dicht doe. En dan vind ik dat een beste plek ook daar weer voor, eigenlijk. Dus ja. Zo doen we dat eventjes, weet je wel. Dit is trouwens maar één vak. Ik dacht dat het twee vakken had dit. Nee, dit is maar één vak. Oké. Okay. Oké, okay, helemaal best, joh. Special. Joh, hé, joh. Ja, die tas denk ik dat ik die gewoon hier zo neerzet misschien. Zal ik die tas een keertje gewoon zo een plekje geven? Normaal staat die namelijk altijd beneden. Maar misschien dat ik hem nu een plekje geef zo. Ik denk wel een best plekje zo. Eigenlijk moet ik daar ook de Star Wars dingen denk ik weer kwijt. Ik heb daar voor de rest nergens anders plek voor. Nee, ik denk dat ik die tas toch wel daar beneden doe. Hier zit namelijk toch niet extreem veel bijzonders in. Dus die zet ik gewoon weer daar beneden neer. Pure emergency, denk ik. Dan hebben we daar de bovenste plank. Ik weet nog niet of ik klaar ben eigenlijk.
Ik heb ook nog dit geldblik natuurlijk. En deze ja, maskers en zo. Maar die denk ik dat ik nog niet ga plaatsen. Toen ik die denk meeneem. Voor de rest deze muis wil ik wel plaatsen. En deze box ook. Ik denk dat ik die box en dit ding hier gewoon neerzet. Voor de memory set. Ik denk dat dat een mooi plekje is eigenlijk. Nou, dan hebben we de plek waar ik eigenlijk altijd mijn boeken heb en zo. En ik denk dat ik dat ook zo laat. Dus even mijn boeken pakken en alles. Man, mijn boeken pakken, dat heb ik lang niet gezegd. Het lijkt wel school, joh. Man. Maar blij ik niet meer naar school hoef. Wat een hel was dat, zeg. Als ik één ding altijd verschrikkelijk vond, vond ik het school wel. Waarom? Puur, ja, weet ik veel. Ik hoorde nooit ergens thuis, zeg maar. Dus het was altijd weer wat, weet je wel. Het was altijd maar zo van, ja, waar hoor ik nou werkelijk waar thuis in? Op school, weet je wel. Ik ging altijd eigenlijk met negativiteit naar school, weet je wel. Het was nooit echt leuk, of wat dan ook. Dus ja, toen ik op een gegeven moment op een bepaalde leeftijd was, dat ik gewoon keuze voor mezelf eigenlijk een keer mag maken volgens de domme regering. Ja, dacht ik van, ik ga van school af, ik ben er klaar mee. En dan kan je zeggen, beste keuze ooit. Ik weet niet. Op school zitten vind ik gewoon zulke tijdverspilling eigenlijk, weet je wel. Op een gegeven moment ga je dat gewoon zien als je ouder wordt. Dat school eigenlijk gewoon pure tijdverspilling is. Want aan het einde van de dag weet je, je moet gewoon weten hoe je gewoon aan de slag moet. Hoe je geld moet verdienen, zeg maar. Want dat is waar de hele wereld hier om draait, weet je wel. Om geld verdienen. Dus waarom zou je leren over wat 1 plus 1 is, weet je wel. Ja, op zich weet je, dat kan nog wel een beetje met geld te maken hebben. Maar toch alsnog, weet je, is eigenlijk ook best nutteloos. Je kan gewoon beter leren hoe je bepaalde dingen moet doen in deze regering, weet je wel. Maar waarom ben ik hierover aan het praten? Het is veel te serieus, weet je wel. Lekker boeiend. Echte regering. Nou, ik heb echt 80 soorten notitieboekjes. Ik heb deze met van Primark. Deze van de Geek Gear Box. En de rest ook een beetje van Primark. En ik weet niet of dit was. Ik weet niet of dit zelf heb gekocht of Primark en zo. Eentje van mijn verjaardag een keer gekregen. Eentje kwam met een film en de andere heb ik gewoon zo een keertje gekocht. Ja, moet ik ook allemaal even een plekje gaan geven. Zo. Ik denk dat het zo wel mooi zit, denk ik. Hoop ik. Denk ik. En jij wilt die daar gewoon plaats. En dan hebben we natuurlijk deze boeken nog. Wat ja, een soort van een belevenis in de film, hoe het is gemaakt van Fantastic Beasts en zo. Die geven we hier even een plekje zo. Oh, dan kan deze nog wel mooi voor. Nou, misschien niet. Daar kunnen we ook gewoon natuurlijk mooi de boekenleggers leggen. Ja, dat is best zo. Zo zit hij er mooi bij. Nou, dan heb ik nog het krantenknipsel. De foto van de exhibition. En nog met stickers en zo. Die wil ik daar natuurlijk ook plaatsen. Dus die leggen we daar ook mooi neer. Wat nog meer. We hebben ook nog de quill en inkset. Die leggen we daar ook even neer. Wat nog meer. Nou, we hebben ook nog de Marauders map. Maar ik weet nooit of ik die daar nou werkelijk waar wil plaatsen wel of niet. Ik weet het niet. Puur omdat die zo ja, groot is natuurlijk. Ik wil hem liefst zo plaatsen. Maar ja, hier moet ik hem dan eigenlijk zo plaatsen. Maar dat vind ik maar niks. Dat vind ik helemaal niks. Dus ja, dan heb ik hem eigenlijk altijd hier zo geplaatst. Maar ik weet niet, daardoor valt hij best vaak om en dan gebeurt er dit, weet je wel. Oké, ik laat deze nog even zitten. Dingen die ik ook sowieso wil zetten is dit van de Primark en zo met de notitieboekje en nog deze pen en alles. En nog deze pen. Die haal ik sowieso denk ik even uit de doos en zo, want dat zit anders alleen maar in de weg, joh. Dus het zit er zo te herrie te maken. Wat zit daar herrie te maken, dat ding? I don't know. Oh, dat is gewoon een kartonnetje. Lekker dan. En dan voor de rest deze ook er even uithalen. Ik had er eigenlijk ook de andere pennen van moeten halen. Op zich was dit niet zo heel duur volgens mij. Oh ja, eigenlijk wel. 2,50 voor zo'n pennetje. Oké. Dat is eigenlijk best duur voor wat het is. Maar goed, die gaan we er ook even plaatsen.
Dat is ook wel een mooie plek zo. Wat hebben we nog meer wat we daar kunnen plaatsen? Oh ja, de belangrijkste collectible van altijd, het Nobo Collection boekje natuurlijk. Nou, ik ga even kijken hoeveel ik er heb. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, wacht. Even kijken hoor, wacht even. Gaat fout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 en 16 van deze boekjes heb ik. Holy moly. Dat is veel te veel. Holy moly. Oké, die heb ik daar ook even een plekje gegeven nu. Want ja, die hebben ook een plek nodig. Nou, dan weet ik het denk ik niet meer. Ik denk dat ik die plank... Oh nee, toch niet. Ah. Ik heb natuurlijk ook nog de pops. Die moeten ook een plekje hebben. Nou, die heb ik nu ook even een plekje gegeven. Zo zijn die pest, denk ik. Ik denk dat die plank zoveel pest is eigenlijk. En dat ik er niet meer wil plaatsen dan dat. Nou, dan heb ik al deze magneetjes nog. Van Zweden. Toen ik daar was. In 2017 was dat volgens mij. Dat is alweer heel veel jaar geleden. En die wil ik even ook even plaatsen hier zo, denk ik. Dan moet ik even kijken. Ik denk dat ik die zo even een beetje zo eerst neerleg. Even kijken wat ik moet hebben. Zo. Maar zo natuurlijk. Even kijken. Ik mis er nog eentje. Daar is die ene. Heb ik Griffel door natuurlijk. Zwadderig. Ravenklauw. En Hufflepuff. Dus die plaatsen we zo even mooi. Dan doen we die naast elkaar zo. En dan dit. En dan deze daar. En dan hebben we nog deze bandana die er zeg maar altijd hangt eigenlijk ervoor. Dus die doen we daar ook weer denk ik gewoon. Aan magneetjes hangen denk ik weer. Zo. Zo. Zo doen we dat even. Hè? En daar hangt ook nog een speld aan trouwens. En die laten we denk ik gewoon zo hangen. Ik denk dat dat wel het beste is om het te laten hangen op die manier. Dan hebben we eerst een sectie hier zo. Waar ik wat dingen kwijt wil. En daar wil ik eigenlijk gewoon de Star Wars dingen weer kwijt die ik daar had. Goed, daar heb ik Darth Maul zijn schip. En een TIE Fighter. Heb ik daar altijd gehad. Dus die zetten we daar weer neer. En dan nog de Millennium Falcon. Een van de grootste sets die ik heb, maar... Het was een van de grootste sets die ik heb, maar dat is ondertussen niet meer zo. Ik heb in de tussentijd wel wat grotere sets. Gekocht, zoals deze hier zo. De Daily Bugle. Behoorlijk dure set, maar die heb ik wel gekocht. Voor iedereen die Harry Potter grote sets wou zien. Helaas, ik heb deze gekocht. Deze vond ik toch net iets cooler. Ik denk dat ik daar weer Hedwig op plaatsen met haar koptelefoon op. Want ja. En de feestmusje natuurlijk op. Want ja, ze is één groot feestbeest. Hallo, dit is de Hollandse Hedwig. Wij houden van feesten hier zo. Dus wij willen wel een feestje hebben. Zo. Dan zo dat hoedje erop. En dan zetten we die gewoon hier zo weer neer, denk ik. Zo. En dan zo. Hoppatee, ik kan zo mooi muziek luisteren. Dat is hoe het moet. Nou, het eerste wat ik daarboven als een plekje wil geven is de Nimbus 2000. Sowieso. Puur dat die daar gewoon moet. Ik kan hem nog even gewoon lekker in mijn handen hebben. Ik vind het zo, oh man, nog steeds heerlijk dat dit ding gewoon van mij is. Heerlijk, prachtig, heel mooi. En ja, dan moeten we even het een plekje geven natuurlijk zo. Gewoon weer zoals het eerst stond. En zo staat hij mooi, zo staat hij perfect. En dan heb ik natuurlijk de Marauders map weer en ik heb ook dat plaatje nog en zo, het nummerbordje. Die doen we even doekje overheen trouwens. En die zetten we daar tegenaan. Tegen de bezem. En ik denk daarachter gewoon weer de Marauders map zoals die eerste ook altijd stond. Ik denk dat dat gewoon, ja ik weet niet, dat is denk ik de beste manier voor de Marauders map. En dan heb ik altijd daar ook de artifact boxes. Heb ik daar ook. Altijd liggen. Dus die gaan we sowieso ook even weer onder plaatsen. En dan had ik daar altijd deze nog. De
Dit ding had ik daar altijd nog hangen. Of staan in ieder geval. En natuurlijk de snijlamp heb ik daar altijd gehad. Dus die wil ik daar weer van plaatsen. Dat die daar weer licht kan gaan geven. Even kijken hoe die moet. Zo moet die. En dan zo, ja, kijk, top. Wat had ik daar nog meer altijd? Die kaarten. Ja, dat was het. Ik heb altijd die kaartjes daar gehangen. Met de Fantastic Beast film een keertje. Dat was de Crimes of Grindelwald en de Cursed Child dingetje en zo. En nog wat andere kaartjes en zo. Die heb ik daar altijd gehad. Dus die ga ik daar weer plaatsen. Toppie. Zo, dan ziet dat er ook weer mooi uit. Dan heb ik nog deze. De sok en deze balletjes. Die hang ik hier zo ook gewoon weer op. Vind ik altijd wel een mooie manier. Die hangen we daar zo op. En dan hebben we nog de buigenbol Pixie. En die heb ik de vorige keer op mijn bezem gezet. Alsof die aan het vliegen is, terwijl die zelf kan vliegen. Vond ik wel een practical joke. Dus ja, die zet ik daar neer. En dan ben ik nog eentje vergeten. Ik ben Perkamentus vergeten met zijn wilde haar. Dus die moeten we ook nog even plaatsen. Zo. En die zetten we zo neer. Ja, dan denk ik dat ik daar gewoon weer wat Lego plaats. Dat dat gewoon denk ik de beste display is daarvoor. Voor daar zo, zeg maar. Dus dan doen we sowieso deze daar weer neerzetten. Deze moeten aan elkaar gezet worden. Zo. Die doen we daar. Dan hebben we dit en dit. En dit nog volgens mij. Ja. Zo. Oh, verkloot. Zo. En zo. Die doen we daar gewoon. En de rest die doe ik van Lego doe ik weg. En dan heb ik eigenlijk alleen nog maar het dekbed op over de maskers en de pins. Al die pins heb ik over. Dit ga ik sowieso later een plekje geven. Die laat ik nu hier zo staan nog even. Natuurlijk doe ik dat later als mijn dekbed en zo. Deze daar ga ik hopelijk deze vakantie een video van maken. En dan heb ik alleen nog die pins. Nou, daar heb ik een speciaal shirt voor gekocht. Dus dat gaan we nu even doen. Dus ik dacht, dat doe ik ook gelijk in deze video. Dus laten we dat nu maar eerst gaan doen. Oké, ik ben er even bij gaan zitten, want ik heb een partijtje heet. Ik hoop dat voor de rest de molen voor de rest niet stoort met hele geluid en dat soort dingen. Maar goed, ik heb hier dus al die pins en zo die ik door de tijd heen heb verzameld en zo. Het zijn er wel aardig wat. Dus sowieso, ik heb deze kleintjes allemaal. Ik heb natuurlijk ook die Noble Collection pins en zo, maar die wil ik gewoon als display bewaren, puur omdat ze dan gewoon het mooiste zijn. Voor de rest heb ik alleen maar Geek Gear dingetjes en ook vier van de Advent Calendar. Waar ik ze op ga doen, is dit. dit truitje. Hash ding, weet ik wel hoe het ook weer heet. En zo, deze heb ik gekocht laatst. Laatst, ik denk al bijna 2 maanden geleden. Maar ja, die heb ik gekocht bij weet ik veel wat voor .com. Geen promotie hier zo zonder dingetjes. Maar die heb ik gewoon gekocht. En ik dacht, dit is al vet om ze daar gewoon op te zetten. Dus dat ga ik doen. Ik ga ze hier gewoon overop plaatsen. En dan hopen dat dit gewoon een beetje normaal uitpakt. Het is wel heel rekbaar spul, jongen. Het is niet normaal, man. Maar ja, hier gaan we ze gewoon overal op plaatsen. En hopelijk werkt het. Ik ga beginnen gewoon denk ik met deze kleintjes. En dan werken we gewoon steeds groter af denk ik gewoon en zo. Dan moet ik gewoon even kijken. We hebben hier natuurlijk sowieso dat Gryffindor logo. En dat moeten we wel een beetje in zijn waarde laten. Voordat de comments alweer komen. Ja, ik ben een Gryffindor, daarom heb ik Gryffindor gekocht. Ik heb geen Gryffindor genomen omdat ik een Hufflepuff ben of wat dan ook. Nee, ik ben Gryffindor, dus daarom heb ik dat. Maar we beginnen eerst even met die kleintjes die met het Advent Calendar kwamen. En we beginnen met Gryffindor, denk ik gewoon. Man, wat heb ik hier geen zin in. Dit zijn echt van die vervelende klemmetjes, weet je wel. Ik haat dat. Maar goed. Even kijken. Ik denk dat ik die sowieso... Ik denk dat ik die onder het logo hier wil plaatsen. Denk ik. Denk ik, jongen. Denk ik, hè. Ik weet niet zeker, ik denk het maar. Dit is even een gedoe, maar dan heb je ook wat op je smoel. Even kijken. Die zit. Kijk eens aan. Dat is nummer 1. Die zit er gelijk al op, gelukkig.
Volgens mij zien jullie hem amper, maar dat maakt niet uit. dat doen we daarna, doen we zwadderig, denk ik gewoon. Beetje casual. Standaard dingetje, denk ik wel gewoon. Die zetten we eigenlijk zo goed als strak naast, denk ik, dat ik dat gewoon wil doen. En zo. Nou, het is niet heel strak, maar het zit ernaast. Oké. Dan daarna heuvelpuff. Ik ga eigenlijk een beetje van goud naar zilver, goud, zilver. Zo wil ik dat eigenlijk, hè. Dat wil ik hebben, op die manier. Even kijken. Hoe wil ik, waar zit dat ding? Daar zit het. Top. Dat zit erin. Nice. En dan alleen nog de ravenklauw ding nog erop. Oké, zo ziet dat er tot nu toe uit zo. Ronder. En ja, het is niet het mooiste wat er is. Maar het is in ieder geval iets, zeg maar. Ik weet niet of het, ja, een beetje zo ziet het er nu uit dus. Het is niet het mooiste wat er is, maar het is iets in ieder geval. De volgende die ik ga doen is deze van de Terzieler. Dus die wil ik als eerste erop gaan plakken. Op gaan plakken, op gaan spelden. Lekker spelden, lekker prikken met die dingen. Oké, dat moet op zich wel te doen zijn. Waar wil ik die plaatsen? Kijk, ik denk dat die een beetje hier in het midden wil doen zo. Zo. Ja, dat kan wel. Dat kan wel. Soort van, denk ik. Ik ben niet zo goed hierin. De volgende is van de Fort Anglia. Even kijken hoe we die open krijgen. Ah ja, zo. Mooi. Oké. Die doen we even aan de andere kant hier zo'n beetje. Kan daar wel, denk ik. Een soort van. Ik weet het ook anders niet. De volgende is van mevrouw Norks. De gouden mevrouw Norks. Die heeft twee van die houdertjes zelfs. Dus die moet ik dus twee keer spelden. Dat is wel gekkig. Okay, wat is dit dan? Oh, die moet je er gewoon vanaf voor tikken. Oké. Ja, dat kan ook. Dat is een bijzondere. Dit heb ik nog nooit gezien op deze manier. Maar oké. Ja, dat kan wel. Dat kan wel. Het zit een beetje schuim, maar het kan wel. De volgende is... dit. ik weet niet waarvan het precies is. Toujours pieu. Ik heb geen idee, joh. Ik plak het er gewoon op. Lekker boeiend. Lekker boeiend wat het is. Het is een pin. Daar gaat het om. Deze heeft wel weer van die normale haakjes eraan zitten. Zo. Ook wel weer twee. Beetje gekker. Vind ik dat. Maar oké. Die wil ik wat beetje hier zo onder zetten. Onder de andere logo's. Nou ja, het ziet er nog best oké uit. Dan hebben we nog de tanks. Die wil ik daar ook een beetje, denk rond dat gedeelte van dat ding doen. Denk ik. Ik weet het nooit. Ik zeg elke keer denk ik, maar ik weet het niet. Denk ik. Alles alleen maar denken. Man, dit wordt een lange video trouwens. Holy moly. Heb ik dat al gezegd? Ik weet het niet eens. Ik ben fucking dom. Dus. ik weet het niet eens. Heb ik dat al gezegd? Dat heb ik al gezegd, hè? Waarschijnlijk, ja. Zou best wel eens kunnen, namelijk. Maar, ja, ik denk dat ik die hier zo. Dit is een grote. Dus die moeten we wel een beetje showen natuurlijk. Omdat die een beetje uitstraalt. Gewoon dat die ding eruit knalt, weet je wel. Denk van wauw. Wauw. Weet je wel. Oh nee, dat is verschrikkelijk. Holy fuck, dat is heel lelijk. dat is niet goed. Ja, nu zit hij nog wel oké. Dit kan ermee door. Dat kan er nog wel mee door. De volgende is van Sunshine Daisies But It's Mellow. Met de rat natuurlijk. Dat die een soort van geel wordt. Ja, dat kan ook wel. Goed, we hebben er nog maar twee. We gaan nu naar de Rudy Bird. Gewoon een dikke L natuurlijk. Pet lamo, pet lamo. Dus ja, dat gaan we ook doen. Deze heeft ook weer van die gekke rubberen.
dingetjes die je gewoon eraan moet rukken. Vind ik een beetje wat minder die. Ze geven wat minder safety ofzo. Ik denk dat ik die een beetje echt gewoon ja, hier zo wil plaatsen, denk ik zo'n beetje. Het is altijd weer wat, dit. Dit moeten we dus elke keer doen. Hè? Elke keer als we een nieuwe pin hebben, dan moeten we hem hierop aan vastmaken. Dus dat wordt nog leuk. Met alle nieuwe pennen. Stel we voor, we krijgen een enorme pen. Dan moeten we die gewoon ergens plaatsen. En ik heb geen idee dan waar. Ah, oké, deze is wel nice. Deze is goed gegaan in één keer. En dan de laatste. En dat is dan de RNL natuurlijk met Ron en Lavendel. Zo zie je maar hoe lang ik die films al niet meer heb bekeken. Want ik weet gewoon die namen bijna niet meer. Holy moly, dat gaat snel. Lavendel. Ik schaam me dood dat ik dit niet meer weet. Man. En dat moeten we natuurlijk. We moeten dat plaatsen. Zo, oké. Okay. Nice, we hebben het. Lekker. Goed. Dit is uiteindelijk hoe het er nu uitziet. Zo. Het ziet er niet het beste uit, maar het is wel een beetje soort van goed. En die moeten we natuurlijk bij de kapstok daar een beetje hangen. Maar dan moeten we even een shirtje denk ik eraf halen. Ik heb hier nog zoveel keer box shirten en zo liggen. Dus dat gaan we even eraf halen. En dan... dan ga ik even een beetje laten zien hoe het er nu uitziet en alles. Want dat moet ook gebeuren natuurlijk. Dus laten we dat maar eens gaan doen. Ga ik wel even doen. Nou, oké. Okay. Goed, ik heb nu mijn shirt hier zo gewoon gehangen. Ik wou eerst aan die kapstok hier zo hangen. Hier heb ik natuurlijk al die andere Geekgearboxen shirts hangen en zo. En ook een paar dingen van de Primark en zo. En ook van Bonfire Park Germany. En hier heb ik gewoon dat ding even gehangen. Ik dacht, dit is denk ik wel de beste plek ervoor. Dan hebben we voor de rest hier zo nog. Dan nu de bovenste plank. Eigenlijk vrijwel hetzelfde gebleven. Nummers 2000, de artifact boxes, de lamp hier, zo perkament is hier. Dit ook eigenlijk precies hetzelfde eigenlijk gebleven. Hier ook, wel een stukje rustiger, aangezien ik een paar dingen in die box daar heb gedaan. Valt hier ook een magneetje waar dit aan vast zat. Maar dit blijft zo goed eigenlijk als hetzelfde. Dus nu zijn er alleen een paar pennen hier aan toegetast. En dan nog een notebook. En het is eigenlijk wat minder rommelig hier. Ik heb nu namelijk gewoon die pops hier zo gewoon neergezet. En die stonden eerst altijd alleen maar in het hoekie. En hier zat allemaal altijd andere zooi en zo die er eigenlijk niet hoefde. Dus ja, dat heb ik zo gelaten. Natuurlijk is deze plank hetzelfde gebleven. En dan hebben we nu deze plank. Zo, hier zo. En ja, die is eigenlijk wel verbeterd. Verbeterd. Niet heel erg. Het is nog steeds een zootje. Ik heb daarachter dus nu al het snoep. En hier dan een beetje de dingetjes en zo. Dit is gewoon de bakjes waar al die dingen en dangetjes in zitten. Weet je wel, daar zit een lampje en zo in. En die scope en zo. En hier zitten wat sieraadjes in. En hier zitten dan ook nog wat andere dingetjes in en zo. Dit doosje zit voornamelijk wat erboven bij de boeken lag. En dan daar de snaai en alles en zo. En die poppetjes en alle mokken. En de bier en zo. Dus ja, het is een beetje zootje hier zo, maar dit is altijd eigenlijk een zooiplankje. En hebben we nog hier zo dan de frituine. Ik zal hem wel even open doen. Ziet er net wat beter uit, denk ik. Een soort van. En dan bovenste natuurlijk hier al die gruzelementen dingetjes en zo. En dan de Infinity Ring heb ik hier nooit gedaan. Maar in ieder geval dan hier zo heb ik een beetje dit hele dingetje gebaseerd. Natuurlijk op de gruzelementen. En dan natuurlijk ook een beetje zwaarte en zo erbij. Hier dan een beetje gewoon, ja, wat... ja, waardevolle dingen. Dingen die heel veel voor mij betekenen qua Harry Potter collectie en zo. Dus dat en alles. Je ziet ook een beetje de camera op de achtergrond. En ja, hier dan ook nog. Dit is echt een zootje deze ook. Maar op zich nog wel te overzien, weet je wel. Kan erger, zeg maar. En dan hieronder, ja, een beetje dingetjes die niet heel erg bijzonder zijn. Maar wel een beetje nog. Met de films natuurlijk en de games. Dus ja, zo ook mijn oude telefoon en alles. Hier heb ik ook mijn dekbed nu even neergezet. Dus ja, dat is dat. En dat is dat dus, jongens. Kijk, de camera hangt hier dan. Maar goed, jongens. Dit is eigenlijk een beetje het ding en zo. Dit is hoe ik het nu heb gedaan. Ik zal voor de rest eventjes zo doen. Ziet er wat beter uit als ik gewoon in de camera kan kijken. Maar goed, ja, dit is een beetje dus wat ik heb gedaan nu deze video. Behoorlijk lange video, ik weet het. Heel loop gezeik en alles. Maar ik dacht, ik laat het gewoon aan jullie zien, weet je wel. Ik ben kapot, ik ben moe. Ik ga lekker
filmpjes kijken en dan val ik waarschijnlijk vanzelf uit in slaap. Goed jongens, ik wil jullie super erg bedanken voor het kijken naar deze video. Er heeft een hoop tijd in deze video gezeten, kan ik je zeggen. Dus vergeet zeker even niet te abonneren als je het nog niet hebt gedaan. En zeker ook niet te liken. En vergeet natuurlijk ook mijn muziek niet te checken. En goed jongens, ik wil jullie super erg bedanken nogmaals voor het kijken naar deze video. Zeker als je tot het einde helemaal hebt gekeken. Dan ben je echt een freaking legend. En ik zie je natuurlijk allemaal weer in de volgende video. Love you all. En bye.